Goedemorgen allemaal. Het is vroeg. Ik moet opstaan. Oké, even een beter goedemorgen allemaal. Het is 8:30 op het moment. Maar ik ga lekker sporten. Want ja, het is natuurlijk. Ik heb heel lang niet gevlogd in quarantaine. Ik moest namelijk echt heel erg mijn ritme vinden. Ik heb echt heel erg last van gehad. Maar ik heb nog helemaal mijn ritme gevonden. Ik ga altijd lekker rond 8:30 opstaan. Ga ik een beetje skiën of hardlopen. En daarna doe ik wat oefeningetjes. Gewoon om lekker een sportieve dag te beginnen. En dat ik daarna aan school kan zitten. Ik heb namelijk altijd veel te doen voor school. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga een rondje skiën hier in de buurt. Ik zou eigenlijk ergens naartoe gaan rijden met Isabel. Maar Isabel heeft de telefoon niet op. Dus ja, die is met een vriend. Ik zet even een bakje koffie voordat ik ga sporten. Hè? Maar ja, ik weet niet. Ik denk dat ze nog ligt te slapen of zo. Dus dan ga ik gewoon zelf. Dat heb ik ook gezegd. Maar ja. Ik ga dus weer week vloggen in quarantaine. Ik hoop dat het ja, een beetje leuk is. Op zich heb ik best wel al bewogen. Week elke keer. Ik zit niet 24/7 in huis. Omdat ik ook werk. En ik ga wel gewoon nog met Isabel en Bo om. Dus, en we wonen letterlijk naast elkaar al. Dus we proberen nu wel gewoon echt de nodige afstand te houden. Want in onze mukbang gingen we van elkaars eten en zo. Maar dat, ja, gaan we echt, dat doen we echt niet meer. En oh mijn god. Ik ben zo dom. Moest hierin. Moest hierin. Oké, ik ben net terug. Ik heb even mijn trui uitgedaan. Ik vind het bloedheet. Gewoon sport bij Haan hoor. En ik ga even een paar oefeningen doen op mat. Buikspieroefeningen met een app. 7-minute workout. Deze gebruik ik altijd. Ik gebruik altijd deze app. Workout for Women. En dan workouts. Ik gebruik altijd deze twee. 7-minute apps en 7-minute butt. Ik begin nu met deze. En dan ga ik even lekker bij je te doen. Oh my god. Heerlijk. Ik neem even een minuutje pauze en dan ga ik de butt versie doen. Oké, ik ben ook klaar met andere workout. Na mijn workout neem ik altijd een proteïne shake. Ik heb deze proteïne shake van A Woman's Best. Ik kan dit in een smoothie bowl maken. Dat laat ik ook nog een keer zien, maar ik ga hem nu losnemen. En ik heb hem in de smaak vanille. En ik doe dit samen met oat no sugars. Melk. Mix ik het mee, want dan is het nog enigszins wat goed. In plaats van als je het met normale melk doet. Maar dat ga ik even mixen en dan ga ik dat opdrinken. En dat is mijn ontbijt. Het is nu 11:15. Ik had voordat ik geen skiën alleen koffie op. Ik ontbijt niet echt. Probeer dat zo lang mogelijk uit te stellen om op de dag te eten. En ik probeer zo vroeg mogelijk te stoppen met eten. Volgens mij vlog ik echt kapot veel. Maar ik heb het zo erg gemist. Ik vind het helemaal weer leuk. Ik heb in ieder geval hier de shake in. En het smaakt echt letterlijk naar vanille milkshake. Echt top. Ik ga nu even lekker een serietje kijken. Morgen heb ik een tentamen. Ik heb nog niet geleerd. Maar ja, het schoolritme vind ik echt heel lastig om nog in te komen. Ik denk dat ik echt dus heel veel ga vloggen op deze dagen. Omdat ik gewoon, ja, er wordt veel tijd om te vloggen omdat ik niet veel te doen heb. Maar ik wil je even wat laten zien. Want ik gebruik de laatste tijd de zilver shampoo. En ik vind het zo'n mooi resultaat geven. Ik ben er echt heel blij mee. Ik ga nu ook even douchen. En ik gebruik deze zilver shampoo van
Vanola, denk ik. No Yellow. Deze is echt super goed. Dus ik ga deze nu ook weer even gebruiken. En even douchen. Oké, ik ben inmiddels uit de douche. Ik heb mijn haar heel goed gewassen met de zilver shampoo. Ik heb het echt op, weet je, ik heb mijn haar een beetje nat gemaakt. Toen die zilver shampoo erin gedaan en het even laten intrekken 10 minuutjes. Toen gaan douchen en zo. Dus ja, ik moet natuurlijk nu even opdrogen en dan ga ik het zo zien of het alweer beter is. Ja, ik ga me nu gewoon een heel klein beetje opmaken, want ik moet dus vanmiddag werken bij de apotheek. En ik heb morgen een tentamen en ik heb dus nog niks gedaan. Ik moet dus verder leren vandaag. Echt zo geen zin in. Een beetje bronzer, concealer op. En mijn wenkbrauwen, mascara en that's it. Dus ja, ik ga me gewoon even klaarmaken. Ook zelf laten zien wat ik aan heb. Ik krijg heel veel vragen namelijk over deze kleding op mijn Instagram. Dat is echt niet normaal. Ik krijg heel veel vragen over dit topje. Deze is van de Bershka. Deze ketting is van Shein. Deze is van Anne-Louise. Dan deze riem is van Yasgood. Ik zal het linkje in de beschrijving zetten. En deze broek is ook van de Bershka. Dus dat zijn echt, ik denk wel de meest gestelde vragen op mijn Instagram de laatste tijd. Als ik wat in mijn story zet of weet ik veel, altijd de hele DM vol met waar is dit van, waar is dat van, waar is dit van. Mijn zonnebril die ik net op heb, die is van Most Wanted. Daar krijg ik ook echt bizar veel vragen over. Maar die heb ik al vorig jaar gekocht of zelfs het jaar daarvoor. Dus ik weet niet of ze dat allemaal nog hebben. Deze heb ik wel nieuw gekocht. En die broek ook. En deze riem en die ketting ook. Dus die moet er als het goed is nog allemaal zijn. Het is 1 uur. Ik ga even lunch maken. Ik heb crackers met hittekees. Doe ik nog een tomaatje op. En ik heb nog wat ham. Rauwe ham. En ik heb 2 eitjes die ik aan het koken ben. Yummy. Het is echt fucking mooi weer. Maar ik kan dus niet buiten zitten. Want mijn ouders zijn bezig buiten. Ik heb dus geluncht. Ik heb wat citroenwater. Net lunchen heb ik video afgeëdit. Sushi mukbang. Ik denk dat die staat online als deze vlog online is. Het is Isabelle en Bo. Super leuk. Dus check it out. Die ben ik nu aan het uploaden. En ik heb nog steeds niks gedaan naar school. Maar het is dus een open boek tentamen. En ik heb echt een beetje een idee van ja. Ik kan het gewoon allemaal opzoeken. Maar ja. Dus gaan natuurlijk gewoon zo moeilijke vragen stellen dat je dat eigenlijk niet kan opzoeken. Dus het is eigenlijk allemaal weer helemaal kut. Ik ga even, iemand had een samenvatting gemaakt uit mijn klas en heeft dat doorgestuurd. Dus dat ga ik eventjes lezen. En dan moet ik over een uur, anderhalf uur weg. Ik vraag me af of ik de enige ben. Maar ik heb echt goede motivatie om gezond te eten en te sporten en dingen te doen. Ik ben echt actief bezig. Ik heb bijna geen 1 dag gehad dat ik alleen maar zit te Netflixen. Maar ik kan gewoon niet aan school zitten. Ik kan het gewoon niet. Ik vind het helemaal kut. Ik heb allemaal deadlines gehad. Die heb ik dan allemaal gehaald. Of ik het goed heb gehaald, dat weten we nog niet. Maar ik bedoel, ja. Moet ik nu gaan leren voor een tentamen in dit weer? Terwijl ik er helemaal geen zin in heb. Oké, het is tijd om naar mijn werk te gaan. In ieder geval bijna. Ik ga even een koffietje zetten. Dat opdrinken. En dan ga ik naar mijn werk toe. Ik heb nog steeds niks gedaan voor tentamen. Het lukt me gewoon niet. Weet je, whatever. Het lukt gewoon niet. Als het niet lukt, lukt het niet. Dus ik heb een espresso ook gehad. Het is een beetje vol. En ik heb 3 mini stroopwafels. Want ik ga pas weer eten om 9:30. Want ik moet nu werken. Het is nu 4 uur. Ik moet werken meestal tot 8:30, 9 voordat ik thuis ben en zo. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. Ik ben gisteren naar mijn werk geweest. Toen ben ik laat thuis gekomen. Toen heb ik allemaal dingen op United Wardrobe gezet. Dus wil je mijn United Wardrobe zien? Ik zal een linkje in de beschrijving zetten. Dan kun je dat even checken als je dat leuk vindt. Ik heb even wat dingen erop gezet. En ik heb meteen al dingen verkocht, dus dat is super chill. En ja, ik heb zo meteen mijn tentamen en ik heb gewoon niks voor mijn tentamen gedaan. Maar het is een open boek tentamen, dus denk ik echt van ja, ik kan het gewoon opzoeken. Oh my god, 4 uur later en ik ben klaar met mijn tentamen. Het is echt niet normaal. Ik heb gewoon geen woorden over hoe ik me voel. Ik ben gewoon dood. Gewoon. In ieder geval, ik ga nu lekker eten. Ik
zoveel honger, want ik heb nog niks gegeten. Het is al 2 uur of zo. Want ik heb alleen maar het kut tentamen gezeten. En nou, het begin ging dan wel goed, maar het einde was helemaal kut. En ik heb afgerapt. Ik heb er eigenlijk allemaal net geen tijd voor. Ik heb zoveel honger dat ik een kookboek heb gehad. En oh. Wat een hel. Het is echt heel slecht. Wat ik nu ga eten. Maar ik vind dat ik het echt heb verdiend. Na deze hel. Het zijn overkroket. Ook lekker wel. Oké, ik ga eventjes naar mijn oma. Ik ga boodschappen doen voor haar. Ik heb deze jas aan van Most Wanted. Flair, weet ik niet. En gewoon een normaal shirt. Ja, ik heb eigenlijk niks nodig. Mijn oma, ik doe meestal boodschappen voor mijn oma. Zij de deur niet uit hoeft en de supermarkt en zo niet in hoeft. Oh, en nee, dat moet ik niet vergeten. Het is alweer kort over 3. En gewoon mijn hele dag is weg door dat kut tentamen. Ik moet deze pakketjes meteen even op de post doen. Dus die neem ik mee. De auto in. Ik ga zeker weten met de auto. Verder, oh mijn god, kut. Ik heb een les om 4:10. Dus over 3 kwartier, dat ga ik niet halen, denk ik. Maar ik heb helemaal geen zin in die les. Want echt kut. Fuck die les gewoon. Ik ga daar niet. Ik ga dat niet halen. Even kijken. Heb ik mijn telefoon nou wel? Dat weet ik niet. Hiro. Deze gaan op de post. Ja, ik heb mijn telefoon. Het is echt heet. Holy shit. Dat had ik echt niet door. Morgen heb ik om 10:00 les. Ik had dus eigenlijk om 8:30 les. Maar dat is gelukkig voor mij iets laat. Hoezo staat dit op? Wat is dit? Weirdos. Lekker schuin. Mensen haten mij. Oké, ik doe even heel gauw de airco aan. Maar die staat wel aan. Het is echt bloedbenauwd hierin. Het is echt heel erg, want ik ga dus met de auto en ik moet letterlijk 1 minuut naar mijn auto die pakketjes wegbrengen. Maar het is ook 1 minuut. Nou, ik ben nu bij mijn zus. Ik ben helemaal donker. Dus ga even mee boodschappen doen. Ja. Want daar zijn zussen voor. Ja. Gaan we hier door? Even die deur terug. Ja. Je moest eens weten wat ik van je vind. Het is door voor de volgende ochtend. Ik zie er echt niet uit. Gisteravond heb ik mijn kamer vergeten. Maar toen ging ik met Bo en een vriend naar de KFC een milkshake halen. Maar ja, was mijn kamer vergeten. Vandaag heb ik de hele ochtend les en daarna moet ik werken. Dus ik heb echt geen zin in die lessen. Maar het moet. In 2 stukken. De toets van 7 mei is een soort opdracht. En je kunt je voorstellen dat het een beetje vergelijkbaar is met een open boek tentamen. Ik had net even een half uurtje tussen mijn lessen door. Dus ik heb even snel een workout gedaan. Nu heb ik weer les. Ik had net een presentatie moest presenteren. Het ging wel goed. Maar ik ga dus zometeen even zo'n proteïne shake nemen voor na het sporten. En ik ga eerst even douchen na deze les. Maar ik ga denk ik mijn haar weer even met zilver shampoo doen. Met deze. Want het bereikt echt de kleur dat ik wil. Steeds beter, maar het is echt super. Ik zie er echt niet uit. Maar ik heb even mijn haar met zilver shampoo gedaan. Dat ik een beetje kan intrekken. En ik ga nu even een proteïne shake maken. En ik heb ondertussen nog les. Dit is inmiddels een tijdje ver. Ik heb lekker gedoucht. Ik heb een beetje mascara opgedaan en wenkbrauwen gedaan. Ik heb gewoon een bikershirt aan en een topje. Want ik ga zo toch lekker in de zon zitten. En iets heel leuks. Ik heb deze hele leuke oorbellen gekregen. Van Sieraden bij Celine. Het is Insta. Ik zal het hier ook neerzetten. En ik ga deze nu in doen. Deze. Deze en deze. Echt super cute.
Dus ik ga denk deze twee nu in doen. Want ik heb nu dit in. Nu zo'n munt en een tijger in. Maar ik heb ze nu in. Superleuk. Maar ik ga nu even wat eten, want ik heb nog niks echt gegeten. Het is half drie. Is het half drie? Ik ga sterk. Yummy. Oké, ik ben nu onderweg. In ieder geval. Ik ga naar werken. Ik heb mijn hele route klaargezet. Ik werk bij de apotheek. Ik heb hier allemaal pakketjes achter en nog meer. Ik heb niet zo heel druk vandaag. Dus het is super chill. Ik heb echt zo'n chille baan. Ik kan gewoon lekker rondjes rijden. Daar gaan we. Maar ik ben klaar met werk. Ik heb zomaar alle pakketjes bezorgd. Het ging echt super goed. Ik had ook niet veel. Nu ga ik lekker naar huis. In ieder geval, ik ga even naar de apotheek. Ga ik even deze bakken brengen. En dan ga ik lekker naar huis. En dan ga ik. Ik weet niet wat ik ga doen. So bye, bitches. Ik ben thuis. Ik ga lekker eten. Ik heb. Zoete aardappel, super lekker. En ik ga een hamburger maken van de. Lekker een hamburger van de slager, dus zo lekker. Het is nu 8:30. Ik ben nu pas klaar met werk, dus. Eindelijk eten, want ik heb echt. Het laatste wat ik vergeten was dit, was dat ei en zo, dus ik heb echt. Ik heb pas veel honger. Zo lekker met truffel mayonaise, echt meteen. Lekker burgertje. Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdag. Het is donderdag toch? Ja. Ja, ik zit in mijn auto. Ik ben onderweg met Isabel en Bo. Ja, we gaan nu lekker naar Amsterdam en dan gaan we lekker zonnen daar. Heerlijk, want ja, wat hebben we anders te doen? We staan nu lekker onderweg. En Bo die was vanochtend flauw gevallen. Ja joh. Echt erg. Dus dat gaat alweer goed. Ja. Maar dus daarom rijdt Isabel even. En oh mijn god. Kijk, je mag natuurlijk niet met z'n drieën in de auto. Net zagen we politie, dus ik ging er helemaal bukken en liggen. Want ik dacht, oh mijn god, zo worden we aangehouden of zo. Maar nou ja, anders zeggen we gewoon dat we bij elkaar in quarantaine wonen. Zo, ik ben weer thuis. Volgens mij heb ik wel een lekker kleurtje gekregen vandaag. Maar ik moet nu werken. Ik word zo opgehaald, dus wel gaan. Even met de scooter erheen. Het is ook super mooi weer. Nou, ik ben op werk. We zijn klaar. Nou, ik lijk hier echt heel wit. Nou, je bent echt niet wit. Nee, ik ben echt niet wit, maar op de camera alleen. Hoe laat is het? 8:30. Oh, zo laat wel. Lekker gewerkt. Ja. Mooi. Ik ben inmiddels thuis. Ik was nog even de avond na het eten naar mijn werk. Naar Bo gegaan, hebben we even Monopoly gedaan. Dat is wel gezellig. Het is nu 11:15. Ik ga nu gewoon lekker mijn bed in. Morgen weer vroeg eruit. Ik heb de hele dag les. Hey, poef. Wat schat. Goedemorgen allemaal. Ik lijk wel weer overleden. Echt. Ik lijk wel weer fucking wit op camera. Terwijl het echt niet zo is. In ieder geval. Oh. Oké, mijn camera viel even uit. Want. Mijn kaart zit vol, dus ik moet even wat dingen verwijderen. Maar ik ga nu even buiten sporten en omkleden, douchen. En dan heb ik online les de hele dag. Ik heb net even gesport, ik heb gedoucht en me even omgekleed. Ik heb gewoon een shirt aan en een bikeshort. Ik ga nu naar beneden, want ik heb zo meteen allemaal les. Ik ga denk ik even zo'n proteïne shake nemen, want ik heb nog niks gegeten of iets. En ja, dat gaan we allemaal eventjes doen. Niet zo'n leuke dag. Vanavond ga ik wel naar de jacuzzi bij Bo, dat is wel gezellig. Ik dacht dus dat ik nu les had, maar dat is helemaal niet zo. Ik heb al zo'n uur les. Dus ik ga dit grote pakket even naar de post brengen, want dat moet gebeuren. Maar dat ga ik even met de auto doen, want volgens mij is het fucking zwaar. Ik heb weer eens online les. Ik heb trouwens even lunch. Ik heb een broodje in de oven gehaald met mozzarella, pesto en tomaat.
Ik heb nu de files. Nou, opeens komt mijn schat gewoon McDonald's brengen. Yes! Oh, wat erg. Maar wel heel lekker. Ik ben lekker pannenkoek aan het bakken. Deze is een beetje mislukt. Maar altijd de eerste mislukt. Het is inmiddels zaterdag. Ik ben mijn vlogcamera vergeten. Super dom. Maar we staan in de rij voor de Thuishaven Drive. Hoe leuk. Echt, het is heel leuk. Echt, ik kan niet wachten. Gewoon zo leuk. We hebben echt net... een leuke filmpje al gezien, zeg maar. Dat mensen. Ja. Weet, we waren net aangekomen. Toen werden we weggestuurd van ja, het is overvol. En het staat echt helemaal vol hier. Het is echt niet normaal. Maar uiteindelijk zijn we even gaan wachten. En toen mochten we toch weer erin. En oh, ik vind het zo leuk. Echt heel blij. Ja, heel Nederland is hier. Ik ga helemaal stuk. Oh, het is niet gelukt, want het is afgeblazen door de politie, want ja, alles stond helemaal vast. Heel Nederland was er, alle rotonden stonden dicht, alles was niet normaal. Dus we gaan nu naar de McDonald's. Big Tasty proeven. Ben benieuwd. Lekker vers zijn ze nog. Ik wil helemaal weg. Ik wil helemaal weg van iedereen. Ik wil helemaal daar naar de hoek. Van hier. Hoezo dat? Ik ben weg. Zo honger. Oh, je nou gaat filmen. Ja. Ik denk, jij hebt het gewoon tegen iets. Ja, hier gaan we. Helemaal bekers bij die water. Ik ben echt heel benieuwd naar die burger. Oh, die frietjes. Allemaal, het is inmiddels maandag. Ik ben gisteren helemaal vergeten te vloggen. Ik ben ook mijn vlogcamera vergeten, zoals ik zei bij Thuishaven. Ik heb gisteren letterlijk niks gedaan. Ik was super laat thuis. Ik ging heel laat slapen. En ik was heel erg aan het slapen, gewoon omdat ik zo moe was. Maar ik ga hier bij de vlog afsluiten. Want nu begint natuurlijk gewoon nu een nieuwe week vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om een vlog in quarantaine te zien. Geef een duimpje omhoog als je het leuk vond. En dan ga ik gewoon door met weekvloggen. Mijn weekvlogs werden nooit zo goed bekeken als mijn normale video's. Maar toch kreeg ik altijd super veel vragen over. Van ja, wanneer ga je weekvloggen? Ik vind weekvlogs leuk en dit en dat. Dus vergeet dan niet een blauw duimpje omhoog te geven. Ook zou ik het heel leuk vinden als jullie mij abonneren. Ik heb namelijk gezien dat echt 60% niet geabonneerd is die mijn video's kijkt. Dus vergeet niet te abonneren. En de notificatiebel natuurlijk aan te zetten. Dan krijg je een melding weer als ik een nieuwe video plaats. En ja, heb je nog een vraag of whatever, je kan me altijd een bericht sturen op Instagram, DM. Dat is Sarah Verwoerd of natuurlijk hier beneden in de comments. Nou, dan heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!